rationele emotionaliteit. En zo zit ik ook in elkaar. Misschien slaat dat ook aan op hoe dat ik ben. Ik probeer alles heel rationeel te bekijken en te benaderen. En langs de andere kant is de hoeveelheid emotionaliteit, vind ik daarin, heel belangrijk. Als je iets doet, vind ik dat je, in architectuur zeker, maakt je een zeer rationele analyse van een situatie. Het kan pas echt architectuur zijn als daar emotionaliteit aan toegevoegd is. Architectuur is passie. En het is natuurlijk een vormgeving die wel krachtig is, hè. Het is zacht in zijn globaliteit, maar het is krachtig in zijn expressie. En dat is hetgeen dat we altijd proberen. Als we dan kijken wat dat voor mij mijn architecturale identiteit is, dan denk ik dat we gaan proberen een soort van moderniteit te geven aan een klassiek, intrinsiek, voor iedereen gekend gegeven. Het zijn juist die oude, een kapelletje, een paar oude gebouwen, die maakt dat de mensen daar het gevoel voor hebben van, het is toch een ziel.